Welkom terug bij Doe Maar Duurzaam. Vandaag heb ik een afspraak met Bram van Solidos Industrial Tires and Wheels. Ik ga namelijk meer leren over wielen en banden en hoe duurzaamheid kan worden geïmplementeerd in deze branche. Hey Bram. Hey Laura. Jij bent al hard aan het werk, zie ik. Ja, we doen ons best toch? Alles goed? Ja, zeker. Wat heb je voor ons klaargelegd vandaag? Verschillende soorten banden die gebruikt worden in verschillende industrieën. Hier banden voor het interne transport. En hier twee achter voor de landbouwwereld, de agriculturewereld. Ja, want hoe weet je welke band je specifiek nodig hebt voor een bepaald voertuig? Dat is een hele goede vraag. In de autobanden bijvoorbeeld heb je een paar maatvoeringen, in vrachtwagenbanden ook. Maar in de landbouw en in de industrie is dat dusdanig veelkeurig. Dan moet je echt eerst achterhalen wat voor machine is het, wat is het gebruik en dergelijke. De type machine zelfs. Omdat er, nou, ik denk bijvoorbeeld alleen al in de heftrucks praat je al, als het gaat over de type velgen, dat geeft al aan hoeveel soorten maten er zijn, hebben wij gemiddeld al 3.000 tot 4.000 verschillende type velgen. En wat voor diensten of informatie kan een servicepunt nog meer geven? In principe alle facetten die nodig zijn om de gebruiker te ontzorgen. En duurzaamheid is ook een heel belangrijk punt. Jazeker. Zeker, dat is een heel belangrijk punt, want op dit moment speelt er een wetgeving die aan de orde komt of al reeds in gang gezet is vanaf begin volgend jaar. En die zorgt ervoor dat als we niet bezig zijn met duurzaam ondernemen, met maatschappelijk verantwoord ondernemen, met de complete cirkel op alle gebied van het bedrijfsproces nodig is, word je compleet uitgeschakeld. Maar daar speelt een servicepunt natuurlijk mooi op in. Ja, zeker. Ja. Dat, uiteindelijk is het belangrijk dat alle facetten kloppen. Net als in een ketting, als een van de schakels niet klopt. Dus alle bedrijven die bezig zijn in deze wereld, zou goed zijn als ze daaraan meewerken om met elkaar te zorgen dat we uiteindelijk, denk ik toch, de aarde ontlasten. En dat we zorg dragen voor deze aarde. Waar we met z'n allen deel van uitmaken. En hoe kan die duurzaamheid gerealiseerd worden? Dat kan sowieso door samen te werken. Als we niet samenwerken, afzonderlijk van elkaar, zoiets dergelijks willen realiseren, dan schakelen we niet uit wat er uitgeschakeld moet worden. En daar kunnen we zometeen eventjes wat dieper op ingaan, als je daar tijd voor hebt. Lijkt me een goed idee. Zullen we een kop koffie gaan pakken? Ja, is goed. Gaan we doen. We bevinden ons vandaag in de Noordoostpolder van Nederland. Een gebied dat voornamelijk bekend staat om zijn vruchtbare grond en uitgestrekte landbouwgebieden. De aanwezigheid van vrachtwagens en ander zwaar verkeer is hier dan ook niet ongewoon. Waardoor de noodzaak van goede banden des te belangrijker wordt. We spreken hierover met Jean-Paul Spijker van Linglong Europe. Kwaliteit is belangrijk voor de aanzien van duurzaamheid vanwege het feit dat er tegenwoordig veel meer gerecyclede producten bij de bandenfabrikanten gebruikt worden. En met name moet wel de veiligheid gewaarborgd worden. En dat kan doordat de techniek zo ver is dat het een topproduct blijft. De rol van profiel op de banden is met name de tractie in het veld voor landbouwbanden. Maar ook belangrijk is de spanning, want ze moeten kunnen op lagere spanning om meer het flotatieaspect te hebben. En de kwaliteit is natuurlijk voor de levensduur van de banden. Vaak worden banden tussen de 6 en de 10 jaar vervangen. Maar je moet wel zorgen dat je regelmatig je banden controleert. Hallo, Jan. Mijn naam is Hans. Goeiedag. Ik heb een logistiek bedrijf net even buiten de polder. Ja. Heb ik een band laten afleveren en ik heb het idee dat er iets niet helemaal goed zit. Dus ik zou graag willen dat jullie daar even naar kijken. Hij komt niet bij jullie vandaan, dus ik hoop dat je mij die service wilt verlenen. Tuurlijk. Ja, mooi. Tuurlijk. Dat is hem. Hij is nogal zwaar. Ja. Zal ik hem even voor u tellen? Maar ik zou graag willen weten wat er aan de hand is. Help even naar mijn baas toe. Heel graag, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag Sjoerd. Ik heb net even aan je collega verteld. Ik heb een band aangeschaft. Ik heb een klein logistiek bedrijf. Maar een van mijn chauffeurs van de heftruck die kwam naar me toe en die zegt: volgens mij klopt er iets niet helemaal met die band.
En ja, veiligheid gaat bij mij boven alles. Dus ik zou graag uw mening willen horen of deze nog gemaakt kan worden. Nou, dan gaan we er even naar kijken. Kom maar mee. Dank je. Ja, Bram, je had het net al over de cirkel rond, maar waarom is duurzaamheid zo belangrijk? En nu kom je gelijk to the point, denk ik. Als het daarover gaat, om bij het eind te beginnen, waarom is duurzaamheid belangrijk? Wij leven met z'n allen op deze planeet. En wij hebben zorg te dragen over hetgeen waar wij uiteindelijk verantwoordelijkheid voor dragen. En wat kun je als bedrijf zelf doen om te verduurzamen? Veel meer dan dat alleen. Onder andere bijvoorbeeld zeker elektrisch rijden. Daarnaast het thuiswerken. Geen tijdverlies, onnodig extra kosten daardoor. En zeker ook samenwerken met partijen die dezelfde visie hebben. En niet uiteindelijk anders denken, maar door juist elkaar op te zoeken en krachten te bundelen, kun je realiseren met elkaar dat de cirkel compleet rondgaat. Nou, dat zijn hele mooie stappen. En ik hoorde ook dat er binnen nog banden gemonteerd mogen worden. Kan ik daarbij helpen? Zeker. Gaan we nu doen.